Nou, einde Lisa van der Geest. Ja, prachtige zonde. Poging. Ja, jammer. Knap, hoor. En dan wordt het een sprint. We kijken hier naar de palettrein. Dan hoppakee, zegt Francisca. Dit is mijn plaats. Ja, ja, jongens, dat zeiden we gisteren ook. Ik kan maar eentje vooraan rijden. En ik zie dat iedereen zich gaat melden voorin. Je merkt gewoon ook in zo'n peloton of in die groep van palet dat... Imke, dat vond ik ook echt super lastig, is dat mensen als inderdaad Loro Brigida, Carla Sielman zit er nog tussen, die drukken zich er gewoon tussen. Daar moet je zo gevecht mee voeren. Iris van der Stelt, kijk, ze gaan buitenom. Gaan buitenom. Francesca, Lola Brigida, Iris van der Stelt. Ineke Derda probeert Carla mee te gaan. Carla Ketelapper zit daar, Merel Bosman zit daar weer achter, Jaren van der Molen. Jaren van der Molen zit erbij. Ja, en wie gaat nu Francesca, Lola Brigida inhalen? Nou, niemand denk ik. We gaan het zien. Francesca Lola Brigida, twee handen los in het leiderspak voor de KPN Vierdaagse. Iris van der Stel, tweede plek klassement erachter. Dan is het Carla Ketelapper-Sielman op de derde positie. Gaan we hier naar het laatste rechte stuk. Francesca Lola Brigida, nog steeds. Iris van der Stel. Weer 1-2 hoor. Oh, en wat valt. Is het Lola Brigida, Iris van der Stel. En op de derde plek Carla Ketelapper-Sielman. Carla Brigida, another victory. Congratulations. Yeah, thank you. You had two chances, either Lisa or you. Is that correct? Yeah, Lisa did a good job because she went in the breakaway. So the other one, if they wanted to win the race, they had to catch her. So yeah, it was a good plan. And then in the end, we look each other, me and Iris, for the sprint like yesterday. It was almost a copy of yesterday in the final. Yeah, but I'm just a little bit tired, but it's okay. That was just what I wanted to ask, because it's two days in a row now, and that's new to you. Yeah, it's new for me, and I have blister on my feet, so yeah. Stay on your feet. You've got two more days to go, so you have to be in one piece. How do you like it so far? Yeah. I like to skate on this suit. For me, it's everybody say, oh, cool, cool. For me, it's a strange color, but How does it feel to put on this suit? A bit weird, but I know that here in Holland it's kind of important, you know. So I feel a bit special.